naar stuurboord uit, jongens. Ik heb achterin nog een mooi plekje voor jullie. Hallo. Hallo jongens. Hallo. Dat is 3 jaar geleden dat jullie hier voor de laatste maal waren, hè, met je vader en moeder. Ja, precies. Maar ja, goed volk mis je snel natuurlijk. Kapzones, kapzones. Nou, dat zal maar wat worden samen met papa. En gaat het een beetje? Ja, we zijn de afgelopen week helemaal onder de Schelling en Ameland door hierheen gevaren. Varen? Nou ja, varen. Het is meer stranden dan varen, hoor, met zo'n kapitein. Nou, als ik jou zeg, hoor, ben je ook nog niet op je mondje gevallen. Kijk maar uit dat hij je niet op een zandplaats zet. Oh nee, hij kan geen seconde zonder me. Ach, let me niet op haar. Ze heeft nog wat last van de puberteit. Op naar het vrouwencafé. Ik moet hier even van bij komen. Ik dacht dat jij naar de Bonte Piet toe wilde. Kijk, mevrouw heeft wat met de edele schoolexters, weet je. Het is nog broedseizoen, hoor. Denk erom dat de jacht hebt zien die jullie niet te pakken krijgt. Maar dan krijgen jullie wel bonte billen in plaats van bonte pieten. Een pak voor de broek van Kees van de Wal? Man, die jacht op Siene vindt het veel te gezellig als we even langskomen. Daar trekken we al jaren mee op. Kees van de Wal is een beetje humeur de laatste tijd. Die heeft nog wat last van stropers. Nou, we zien wel. Trouwens, wanneer kunnen we er weer uit, Thomas, hè? Ach jongens, jullie zijn er nog maar net. Ja, maar we hebben alweer meer dan genoeg van deze drukte hier. Zeg, kunnen we er vanavond weer uit? Om 7 uur is het hoogwater. En dan zal ik zorgen dat de koffie bruin is. Je bent een schat, hè? Zolang jij je zin maar krijgt. Mensenkennis, mensenkennis. Zie je wel aan mijn teun hoe ik altijd moet leiden bij haar? Wij vrouwen hebben na de jarenlange onderdrukking een hoop in te halen. Volgt u mij maar. Hoi oh, jongens, veel plezier. Tot ziens. Ah, die jongelui. Hoe is het ermee? Hallo, Han. Jij zie je hier ook altijd. Ja, als ik maar even vrij heb, dan zit ik op het eiland, zeg. Prachtig eilandje. In de jachthaven liggen jullie? Ja, maar we hebben een paar maanden dat jij maar eens een keer thuis gelaten. Dat lijkt ons wel leuk. Zo, dat is een avontuur, zeg. Daar moet op gedronken worden. Ja. Zeg, Dirk, even 2 kolen voor die jongelui. En hoe gaat het met je? Best. Ik ben eigenlijk bezig om hier een bedrijfje te zoeken, want ik wil me wel vestigen op dit eilandje. Dat klinkt goed, Smit. Blijven jullie een paar dagen of ga je er met hoogwater weer uit? Nou, ik denk dat we het hier best een beetje kunnen uithouden. De vrouwelijke logica ten top. Nog geen 10 minuten geleden zei ze dat ze weg wou. Ach man, toen had ik nauwelijks vaste grond onder mijn voeten. Maar nu zit ik boordevol plannen. Ik moet en ik zal in ieder geval naar Willemsduin en Vredenhof. Alsjeblieft. Vredenhof? Wat is er nog voor bijzonders aan het Vredenhof? Wij slaan Vredenhof nooit over. Het is spannend ook. Je kunt er van allerlei verhalen bij bedenken. Ik vind het iets heel bijzonders, zo'n begraafplaats die alleen bestemd is voor verdronken mensen. Ach, ik vind eigenlijk dat je er niks te maken hebt als je er geen familie hebt liggen. Waarom doe je nou ineens zo knorrig, Smit? Sorry jongens, zo denk ik er nou eenmaal over. Volgens mij heb je daar als buitenstaanders niets te maken. Maar kom, ik heb nog wat anders te doen. Mooi is het hier toch, hè Jelle? Ja, eigenlijk zou je alle politici uit Den Haag hierheen moeten sleuren en het ze van dichtbij laten bekijken. Dan komen ze zien hoe belangrijk dit gebied is. Hé, hey, kijk, daar heb je Kees van der Wal, die jacht op zien er ook. Wat doet hij opgewonden? Laten we maar eens gauw gaan kijken wat hij te melden heeft. Komen jullie hier maar even zitten, jongens. Ik wil even met jullie praten. Jullie bevinden je hier in een prachtig broedgebied, wat momenteel afgesloten is voor iedereen. Dus ook voor jullie.
Sorry, Kees. Maar we hebben goed op de nesten gelet. Ik ga hier niet over met jullie in discussie. Jullie moeten dit gebied verlaten. Maar Kees, we kennen elkaar toch? Wat is er toch met je aan de hand? Wij zijn toch Jelle en Helene Faber uit Assen? We zijn hier dikwijls met onze ouders in het broedseizoen op de kwelder geweest. Dat is geen excuus. Zeg, is dat nou niet een beetje overdreven, Kees? Die toon van jou bevalt me niet, Jelle. Ik heb jullie duidelijk uitgelegd hoe de zaken er voor jullie hiervoor staan op de kwelder. En nu, die kant op. Kom maar, Jelle. Bekvecht naar verder toch eens zin. Kom voor me, kamerheer. Ik word niet goed van het belachelijke gedrag van Kees van der Wal. Jarenlang lopen we bij wijze van spreken aan de hand met hem door de kwelders. En nu stuurt hij ons weg als een stelletje schooiers. We hebben nogal wat gezellige ontmoetingen gehad vandaag. Eerst die eeuwige schimmelkoge toerist Hans Smit, die opeens zijn maf begon te doen toen we hem vertelden dat we naar Vredenhof wilden. En vervolgens die jachtopziener. Als je iemand zo goed kent en je blaft hem daarna zo belachelijk af, dan moet je iets te verbergen hebben. Wat ik je bron. Ja hoor. Nauwelijks is zus Lief aangekomen op het mysterieuze onbekende eiland en ze stuit meteen op het eerste complot. Nou, wat een fantasie zeg. Houd toch op, mens. Niks fantasie. Kees van der Wal verbergt iets. Dat voel ik gewoon en jij moet niet zo bot doen. Sorry, ik zet je koffie in je appelzak. Ja, dank u. Alsjeblieft. Nou, zullen we dan daar even lekker gaan zitten? En wat kan ik voor u doen, meneer? Oh, juist ja. Geeft u mij maar een klein glaasje bier. Prima. Mag ik vragen, kent u die jongen en het meisje die hier zo even stonden? Jazeker, dat zijn Helene en Jelle Faber. Ze komen hier al jaren op het eiland. Ik geloof dat ze uit Assen komen. Oké, laten we dan maar geen ruzie maken om niks. Maar één ding. Ik wil hier zo snel mogelijk van het eiland vandaan. We varen straks de haven nog uit. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar mag ik jullie even wat vragen? Natuurlijk. Gaat u zitten. Dankjewel. Mag ik mij eerst even voorstellen? Mijn naam is Brand. Ik doe hier onderzoek naar het predatiegedrag van de zilvermeeuw. Pre-wat? Ik zeg het misschien wat ingewikkeld, maar ik probeer te weten te komen waarom de zilvermeeuwen steeds vaker andere jonge vogels opeten. Maar mijn vraag is, weten jullie een adresje waar ik een klein bootje zou kunnen huren? Maar als u wilt zien hoe de meeuwen tekeer gaan, dan heeft u toch geen... Auw, verdorie nog een toe. Pardon? Trap! Spijt me, maar ik zet mijn voet even verkeerd neer. Ja, ziet u, ik ben een beetje onhandig. Oh, juist ja. Nou, onhandig is zwakjes uitgedrukt. Lomp is beter. Zoals mijn zusje u net al wou vertellen, als u de uitgehongerde meeuw wilt bestuderen, zult u makkelijk aan een bootje kunnen komen. En ik ben ervan overtuigd dat Teun de Jong, de havenmeester, u daarbij met veel liefde zal helpen. Bedankt voor de tip. Ik ga meteen even naar de havenmeester toe. Een schandaal is het. Een nationaal natuurschandaal. Op deze manier blijft er geen Bonte Piet meer over. Wat? Bonte wat, zeg je? Sorry hoor, maar wij leken gebruiken meestal de bijnaam van de vogels. Bonte Piet is dus de bijnaam van de schoollekster. Dat was u zeker even vergeten, hè? Maar wat ik dus bedoel, is dat de zilvermeeuwen het vooral gemunt hebben op de jonge schoolleksters. Ik zeg altijd maar, waar is de Bonte Piet? Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Ik kom niet meer bij. Dit overleef ik niet. Zilvermeeuwen die Bonte Pieten opeten. Hoe bedenk je het? De Bonte Piet is nou net de enige vogel waar een meeuw nog een beetje bang voor is. Hoe kom je erbij? Zeg, nou even wakker worden, zus. Die zogenaamde meeuwenkenner meneer Brand is een bedrieger. Hoe keurig die er ook uitziet. Wat bedoel je? Ja, waarom dacht je dat ik jou zo net nou schopte? Tja, omdat je onhandig bent. Ach, sufferd. Zeg, nou moet je toch ophouden, hoor. Eerst schoppen, dan onzin uitkramen over meeuwen die scholleksters eten, terwijl je heel goed weet dat de meeuwen jagen op de bergeenden en dan nu nog schelden ook. Ik schopte jou omdat je op het punt stond onze meeuwendeskundige mee te delen dat hij helemaal geen bootje nodig had voor zijn onderzoek. Omdat de meeuwen inderdaad op jonge bergen in de jaren. En omdat ze dat in de slenken doen, zodat je daar dus gewoon te voet kunt komen. Onze pa heeft dat een paar jaar geleden uitgebreid gefilmd.
Dus daarom ging je opzettelijk onzin verhalen vertellen om... Ja, en daarom ging ik onzin verhalen vertellen over schoolexes. Om onze zogenaamde meeuwendeskundige door de mand te laten vallen. Ik zei je leren om mij voor de gek te houden. De vrouwelijke logica, de top. Geef me de kijker eens even. Hoezo? Zie je een grijs geschutte dwarsvlieger of zo? Zit nou niet zo te zeuren, geef me de kijker even. Nou, rustig maar, rustig maar. Moeder is al voor je bezig, hoor, knulletje. Wat kan er nou zo spannend zijn dat het de wondermooie vormen van Willems Duin overtreft, zeg? Ja hoor, precies wat ik dacht. Wat zou die man hier nou moeten... Zeg, mag ik nou nog meedoen of niet? Laat je niet barsten van de spanning. Waar zit je nou in vredesnaam naar te kijken? Ja, Kees van der Wal, de jachtopziende, die schuilt op het Wilms daar rond. Ja, maar dat is toch heel normaal? Die man is toch altijd op zijn werkterrein? Niet meer kijken, Helene. Het is beter dat de jachtopziende ons niet ziet. Wie heeft er nou sinistere complotten in zijn hoofd, vraag ik je. Ja, nou, het loopt al tegen negen en die man die heeft daar niks moeten zoeken. Die woede-uitbarsting van Van der Wal van vanmiddag zat jou dus ook niet lekker. Mooie boel hoor. Mij eerst voor gek uitmaken en daarna zelf spoken zien. Spoken nog niet. Ik wil in ieder geval niet dat Kees van der Wal vermoedt dat we hem gezien hebben. Kom op, alleen het verondering. Wij gaan slapen. Al goed, al goed. Wij moeten ook altijd op de knieën voor de man. Wakker worden, Helene. Wakker worden. Er gebeuren rare dingen buiten. Word nou wakker.